Waar hebben we naar zitten kijken? Waar hebben we naar zitten kijken? Naar iets prachtigs, iets heel moois. Ik was helemaal onder de indruk. Het was verbazingwekkend. Stil de toer. Nou, het was eigenlijk overdovend. Ik heb dingen gezien. Kunst met een grote K. Het witte grenshuisje staat er al lang niet meer. De geur van benzine. De geur van vakantie. Het enthousiasme van de mensen waarmee je van hot naar haar wordt gesleept in een bus met klanken en optredens en koffie in een vintage kopje en schoteltje met een nougatje. Geweldig. En een hapje Indiaas eten, ook geweldig. Een ode aan Sittard was het. Ik vond dat moment met de auto heel bijzonder. Daar zat heel veel gevoel in. Vond ik heel mooi. Ik vond ook iedere keer het geluid als we er waren. De vogeltjes die floten in de bus. De hond die blafte. Als we de brug overrijden, dan is er het water. Ja, ik vond het allemaal zo goed gevonden. Ik vond het heel mooi. De timing in de bus was gewoon geweldig. Die knul die dat deed aan die monitor was fantastisch. Heeft hij ook meegezongen met de slagers? Ja, ik ken ze, hè. Makkelijk zat, hè. Zwei kleine Italiener, dat hoort natuurlijk in ieder repertoire thuis. Dus dat vond ik geweldig, hè. Kom ik hier terug. We zijn op weg naar het Agnetenbergklooster, waar de zusters vandaag al precies 2 jaar niet meer zijn. Alleen hun voetstappen, hun stemmen, hun verhalen. Dat zal maar voorbij hetzelfde zijn. Ja, de een is prettiger in de omgang en de ander is leuker in de omgang. En de ander die is wat stiller in de omgang. We doen 's avonds met z'n vieren altijd een spelletje Yahtzee.